Sinds de komst van de nieuwe rijbewijsrichtlijn is er een vraag naar serieuze, kwalitatieve motoren met laag vermogen. Kawasaki lanceert met de Z300, die maximaal 29 kW levert, een zeer mooi model voor degenen vanaf 20 jaar met een A2 rijbewijs. Want de Z300 is qua uiterlijk op het eerste gezicht gelijk aan zijn grotere familieleden. Wat het voor voorbijgangers best moeilijk maakt te zien dat je op een lichte motorfiets rijdt. Prima dus! Een echte blikvanger met zijn scherpe lijnen, alle massa vooraan en een hele minimalistische kont. Een Z zoals Kawasaki ze op de designtafel graag ziet. Qua opbouw zien we veel conventionele onderdelen als de voorvork, een enkele schijf en een tweezuiger remklauw. Niet heel bijzonder, maar daar houdt het niet op. Wat we dan wel krijgen is een assist- en slipperclutch. Niet dat je verwacht dat nodig te hebben op slechts een 300, maar alles voor een soepel rijgedrag. Het geeft in ieder geval wel aan hoe serieus Kawasaki deze fiets neemt. De krachtbron van de motorfiets is een vloeistofgekoelde parallele twin die 39 pk levert bij 11.000 toeren. Geen sprintmachine dus, maar als je de motor in het toerengebied tussen de 10 en 13.000 toeren jaagt, dan heb je een glimlach van oor tot oor. Zeker met de Akrapovic-uitlaat waarmee de door ons geteste versie versierd is. De motor stuurt scherp en licht en weet toch nog een topsnelheid te halen van ongeveer 160 km per uur. Al met al een leuke motorfiets dus. Zeker als je bedenkt dat het vaak leuker is om hard met een motorfiets te sturen die er niet helemaal voor gebouwd is, dan andersom. Maar is het dan allemaal halleluja voor de Z300? Nee, er zijn best dingen te vinden. Hobbeltjes bijvoorbeeld leveren een wat stuiterend rijgedrag op. Dan merk je toch alweer dat het een lichte motorfiets is. Maar bovenal, de Z300 is een echte funbike. En dan tot slot nog even alle sterke en zwakke punten van deze motor op een rij.